Welkom beste kijkers bij aflevering 7 LSPDFR bij Prio Gaming. Vandaag gaan we weer mee met Terrence. Terrence is weer terug van zijn tweedaagse weekend en hij gaat nu de nachtdienst in. We zullen deze nachtdienst ditmaal gaan doen in de Transporter T5. Hij rijdt wederom alleen. En het belooft denk ik, ja, wat voor nacht het zal worden, dat weten we natuurlijk niet. De nachten zijn meestal of rustig of heel erg druk. Dus vaak geen tussenweg. Nou, dan gaat Terrence nu even snel richting zijn busje. En dan zien we jullie zo. Nou, welkom terug kijken. We zitten net in de T5 Transporter. Dat is maar ook weer een voertuig van MOA of meer. Mooi ding. We gaan er onze nacht mee volbrengen. Hij is wat logger, wat groter dan de Touran uiteraard. Maar dat weerhoudt ons er niet van dat we uiteraard gewoon wederom boeven gaan vangen. En ja. Het is eigenlijk niet zoveel. Wachten voor het rode licht. Attention all units, we've got a 480 in Pillbox. Krijgen een hit and run. Zo mag ik niet tegen het verkeer in. Welkom terug kijkers, we hebben net een hit and run binnengekregen, dat is artikel 7, doorrijden na een aanrijding. Gaan we snel te plaatsen. Kijk, er ligt slachtoffer op de weg. Dispatch, we have a visual. 1 Adam 12, Roger. Doe de weg even af. Direct een ambu. Attention all units, we have medical aid requested in Pillbox Hill. Nou, alles is kapot. Windshield kapot. Front-end damage is allemaal kapot. A racing green color jackal. 2-2-K. Okay, dus gaan we zoeken. Een groene auto. Gaan we dus zoeken. Een groene auto. Groene jackal. Ik denk dat we hier voor ons misschien al wat zien. Er staat een groene auto. Ik weet niet of die beschadigd is. Er staan er meerdere trouwens. Goed kijken. Ja, hier is die staat ze. Gaan we even aan de kant zetten. Nou, ANPR mag weer uit. Dat heb ik helemaal niet om gevraagd. Gaan we vrouw even langs de kant zetten. Gaat het stoppen of niet? Ik hoop het wel. Ik ga het direct aanhouden, doorrijden aan de aanrijding. Gewoon klaar. Kijken of we hier wat mee kunnen. Helemaal niks. Ga even stoppen. Veilige werkplek gecreëerd. Niet weliswaar de beste plek, maar ja. Eens even kijken. De observaties naar het cluttered with trash. Driver seems annoyed. Dus mijn vrouw kan een beetje boos zijn. Dat mag. Trouwens, eerst even mijn auto wat beter neerzetten, want dit schiet niet op. Veilige werkruimte hebben. Hallo. What up? What up, inderdaad. Wie bent u? Kifor. Mevrouw, dank u wel. Uw naam is Julie Shock. Oké, Julie Shock. Blijft u even zitten. Kijken wat we in de vervlees in de kuip hebben. Julie Shock. Pet database. Julie Shock search. Wat komt eruit? Rijbewijs is verlopen. Ze is 2 keer aan de kant gezet. Ze heeft geen... Ze zijn niet naar op zoek, ze zijn niet gesignaleerd zoals dat noemen. Ze heeft 2 keer een bekeuring gehad. Het is allemaal niet zo heel erg boeiend. Alleen dat de rijbewijs natuurlijk verlopen is, dat kan natuurlijk niet. Dus daar heeft ze sowieso ook een probleem voor. Ja, en dat ze die hit and run, daar is ze verdachte van. Dus ze gaat mee. Nou mevrouw. Even uitstappen. U bent aangehouden op verdenking van artikel 7. Doorrijden na een aanrijding. Ik ben niet de antwoorden verplicht. U heeft recht op een raadsman. Je wordt zo overgebracht naar het politiebureau. Assistance
required for a suspect placed under arrest in Pillbox Hill. Hector 13, where's the little coffee shop around the corner? Roger. Nou, backup komt eraan. Het is hier al een aardige file hier natuurlijk. Nou, is even niet anders. De auto, die wordt ook in beslag genomen. Is het gewoon iemand aan mijn politieauto of niet, meneer? Blijft hij er even vanaf? Hij rijdt er net niet tegenaan. Hey! Doe even mak aan, maat. Jij ook. Snap je? Citizens report a possible disturbance in Alpha. Units respond code 2. Possible disturbance, gaan we ook wel even kijken dan. Mevrouw wordt afgeladen, de auto wordt zo weggeslepen, daar zorgt mijn collega voor. Continu die ANPR die er aangaat, wil je ook... Worden wij niet vrolijk van, zullen we maar zeggen. En hey, we rijden ondertussen even naar de disturbance. Ik wil ook gelijk even attenderen dat jullie mij kunnen volgen op Instagram, Prio1Gaming. Mijn Facebookpagina is Prio1Gaming. Mijn website is Prio1Gaming.nl, dat is ook een hartstikke mooie site. Kun je even kijken als jullie het leuk vinden. Laat die vooral onder, achter of je dat wat vindt of niet. Of je er geen zin in hebt, dat mag natuurlijk ook allemaal. Ik vind het wel leuk als jullie dat doen. En ja, dat is het eigenlijk. Ik ben op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Wat ik online gooi op mijn Instagram, zal ik altijd een dag van tevoren bekendmaken. Wat er geüpload wordt. Of in ieder geval voordat het bekend wordt. Dan laat ik al zien van, kijk, dit wordt het vandaag. En dan kun je dat zien. Nou, we gaan nu even kijken bij de disturbance. Als het goed is... Zal dit het zijn? Zit er iemand in? Zo te zien niet. Nou, gaan we even kijken wat er met de voertuig aan de hand is. We zien niet zo heel erg veel. 10-4. Nou, we horen een prankel. Het zou kunnen. Ik kan natuurlijk wel even voor de zekerheid deze plate checken. Kijk, gaan we even in de auto zitten. Ja. Even geduld, dankjewel. Het is bijna wat te maken met het licht. Zet hem even wat schuiner, dan kunnen we het lezen. 67ROA. Een dronken persoon, dan gaat deze melding over. Het is om de hoek. Nou, dan rijden we maar door. We gaan er wel even kijken. Geen probleem. Intoxicated person, links is vrij. Zou dit hem zijn dan? Yep. Meneer, goedenavond. U mag even hier komen. Dispatch, we have a visual. 1 Adam 12, 10-4 copy. Hey. Hey kerel, heb je lekker gedronken vanavond? Tap, even praten met je. Wie ben je? Mag ik je ID-kaart? Dankjewel. Hey, Anthony West. Blijf je even staan? Dankjewel man. Dat bedoel ik. Anthony West, wat krijgen we? Hij is één keer aan de kant gezet. Voor de rest is alles helemaal perfect. Dus nou, er is niks aan de hand. Nou, even uitstappen. Hey Anthony. We hebben wat meldingen van je gehad. Als je dronken op straat zou lopen, je woont hier om de hoek. Dus je gaat nu gewoon een rechte streep naar huis, want je bent dronken. Eigenlijk kon je niet dronken op straat zijn, dus je gaat nu gewoon lekker naar huis. En als we je verder niet meer zien, is het goed, ja? Hier heb je ID-kaart. En dan laten we het dan bij, oké? Hey, fijne avond. All units, we are code 4. No further units required. Adios. Nou, meneer. Kijk, hierboven. Kun je zien. Het is erg rustig op straat. Het is natuurlijk nacht. Zo is nu rond een uurtje of 1. Dienst is om 11 uur begonnen. Ja. Hopen dat hij het goed volhoudt, Terrence. Want de eerste nacht is natuurlijk altijd het zwaarst. Dat is het bikkelen. Omdat je natuurlijk dat ritme niet gewend bent. Dus Terrence zal wel lekker moe worden zo meteen. Kijken of er straks nog ergens een broodje te halen valt natuurlijk. En...
Nou, we rijden nu in één keer ergens anders, maar dat kwam omdat mijn spel eruit klapte. We zitten nu gewoon weer midden in de dienst. Alles is weer herladen. We gaan vrolijk verder waar we gebleven zijn. En de meldingen komen binnen. Pursuit of armed suspect gaan we niet doen. Dat wordt helaas, dat wordt echt flink uit de auto geschoten met machinegeweer en alles. Daar, ja, dat gaat sowieso fout. Dus onze dienstauto niet volgemaakt en mijn handpistool ook niet. Kijken of er zo nog een andere melding binnenkomt. Winkeldiefstal. Petty theft, dan gaan we daar even kijken. Niet of die persoon, die kan misschien nog agressief zijn. Er is weinig informatie over. Nou, gaan we nog rijden, meneer? We hebben groen. Oh, die bus die wilde langs. Nou, dan gaan we. Oh, dat mag niet. Nou ja. Voeg hem maar weer even terug in. Winkels verderop. Ja, dat schiet niet op zo. Iedereen snijdt elkaar hier af. Gaat heerlijk. Nou, gelukkig doen ze niet bij mij, dat scheelt. Dat we weer een formuliertje moeten vullen, hebben we uiteraard ook geen zin in. De bus stopt. Nou, dan wachten we maar even. Nou, groener wordt het niet. Nou, hij is nog rood, maar ik kan niet wachten. We willen graag die winkeldief pakken. Zo te zien is verderop bij de kledingwinkel. Zo wat meer informatie komt er binnen. Natuurlijk altijd makkelijk, ze zijn nog niet bekend over wie, wat, hoe, waarom, hoeveel mensen. Gaan we zo zien. Nou, we hebben groen. Ik hoop dat de bus zo rechts gaat aanhouden. Waardoor wij er langs kunnen. En dat doet hij. Kunnen we even gas geven. Mits onze Volkswagen dit natuurlijk kan. Iemand wordt er achtervolgd. Kijk, daar gaan we. Daar rent iemand. Aan de kant, mensen. Politie staan blijven. Even aanhouden. Politie aangehouden. Takedown. Liggen. Goed zo. Op de grond. Nou, beveiliging hoort geen politie te hebben, maar dat hoort bij GTA. Hey, staan blijven, Goos. Dat dacht ik. Kom op de grond liggen. Lekker hoor. Nou, handboeien, meneer, aangehouden. Vanwege winkeldiefstal. U heeft niet het antwoord verplicht op rechtsberaad, maar als u deze niet kan betalen, is dat duidelijk voor u. Goed, maar gaat u even. Inderdaad. Inderdaad, even een vervoertje regelen. Ga blijven maar even staan. En dan gaan we zo even praten met de shopkeeper als meneer afgevoerd is. Hopelijk komt de backup snel. De beveiliger loopt er weer terug. Hey, Fred de beveiliger, ik kom er zo aan, ja? Mijn collega's zullen zo aankomen. Even kijken of ze links of rechts komt, dat weten we niet. Ah, daar zijn ze. Die zijn snel altijd. Hey, daar heb je Trien weer. Hey Trien, neem jij... ik weet niet hoe die heet hier. Geen idee. Maar inderdaad, neem hem mee. Zoek dat maar even uit, dan komen we er zo aan. Even meelopen, Freddy Flintstone. Inderdaad. Nou, is mijn auto gedespand. Nou, ik ga even mijn auto regelen, dan ben ik zo bij jullie terug. Ah, daar is mijn auto. Kom aan, even aan de kant. Nou, dan moeten we even wachten. Dat de weg weer vrij wordt gegeven, maar ik weet niet of ze gaat rijden, ik hoop het. Ze blijft stilstaan. Ja, er is echt iets met die motten aan de hand, want al die auto's die bewegen niet. Dus ik weet niet wat het is. Dus als jullie het nogmaals, als jullie het weten, laat het me even weten, want het is natuurlijk minder realistisch dan we het zouden willen hebben. We willen natuurlijk net even dat vleugje extra realisme, waardoor het ook leuk is als ze ook daadwerkelijk rijden. Het is natuurlijk allemaal leuk. Nou, het is natuurlijk gewoon een normaal iets nu, dus we parkeren hem ook gewoon lekker in het parkeervak, zoals het hoort. Eigenlijk moet ik hem achteruit zetten. Stel dat ik snel weg moet, dan hoef ik dat allemaal niet te doen. Dus ik zet hem gewoon even achteruit neer. Dus mocht er zo een melding binnenkomen. Oh, geen paaltje raken. Lekker hoor. Dan kunnen we natuurlijk gewoon lekker snel weg. Gaan we eerst even binnen met de shopkeeper praten. Kijken wat er vermist is of gestolen. Of kapot is. Of... Nou, ik kan sowieso weer aanspraak maken. Volgens mij weer die €181 schadevergoeding. Beste man. Inderdaad, we gaan even babbelen. Ah, tuurlijk kom ik graag terug, meneer. Ah, hij heeft aardig wat gestolen, geeft hij aan. Waarde is €207. En hij heeft ook de security guard geslagen.
Dan vragen we flink aan willen pakken. Nou ja, dat gaan we doen. U komt later terug naar voren, of tenminste op het bureau voor aangifte, of die heeft u al ingevuld. Ah, die heeft u ingevuld. Als u hem even aan mij geeft, een speciale winkeliers aangifte, dan handel ik het af en dan kom ik later terug voor een krabbel. Oké, zullen we dat afspreken? Nou, hartstikke bedankt. Dan hoort u nog van mij. Adios. Precies, nou, dat ging soepel. Het zou een rustige melding moeten zijn, maar meneer begon rennen en slaan. Ja, dan houd ik het gauw op. Zonde eigenlijk, voor een klein vergrijp heb je dan. Mag je voor, denk ik, je gaan verantwoorden voor de rechter. Dat is natuurlijk zonde. Adios, tudut. Zie je er toch zijn? Gaan we gelijk even een kijkje nemen bij de stripclub s'nachts. Er kan wel eens dronken mensen of luidruchtige mensen zijn. Zie je, er staan hier aardig wat mensen. Nee, weet je me nooit. We kunnen altijd even een kijkje nemen binnen. We hebben een convenant met horeca mensen. Dat wil dus zeggen, samenwerkingsding. De uitsmijter staat ook in contact met de politie. Mocht het hier misgaan op deze strip hier, dan belt hij ons en dan komen we snel. Dat scheelt weer een tussenschakeling met de meldkamer. En vanuit daaruit gaan we ook altijd even een praatje maken. Even kijken hoe het is. Hey Sean, is het rustig vanavond? Kijk hoor. Nou, het is gezellig hier. Zie ik. Natuurlijk, nog niet helemaal. Einde van de avond, dat zien we hier allemaal. Alleen maar lekker een drankje aan het drinken. Ziet er gezellig uit. Nou, kunnen wij dat ook weer vermelden, dat hier alles rustig eruit ziet. Hey, Sean. Succes, hè. Als er wat is, dan bel je mij. Yo. Attention all units. We've got possible terrorist activity armed with assault weapons in Rockford Hill. Units respond okay. Code 3. Mogelijk een Officers proceed with caution. Perpetrators are heavily armed and dangerous. Een mogelijk terroristische aanval bij de subway. Dat is niet het eetrestaurant, maar natuurlijk de ondergrondse. En dan gaan we even kijken. Wellicht is het een amok situatie en dan zullen we direct op moeten treden. En als het AT er al is, misschien dat ze ons meevragen, dat weten we niet. Kan natuurlijk dat zij nog niet met genoeg man zijn dat hij direct opgetreden moet worden. We gaan het wel gewoon zien, weet je. We rijden nu even met grote spoed naartoe. En dan gaan we het wel zien. Het is een stukje rijden nog, dat is te zien op de kaart. Het is gelukkig rustig op de weg, want het is natuurlijk nacht, dus we kunnen snel uitmaken. En dan gaan we het zo helemaal meemaken. Ik hoop dat het meevalt. Hoe dat het loods is, je hoort het als je hoort dan. Ik ben Terrence is moe, hij gaapte. Nou, het metrostation komt in zicht. Ik ben benieuwd. En nou, daar is het. Kijken wat het ons gaat brengen. Die wou niet stoppen. Gaat niet goed. Ik ga even de weg afzetten hier. Met mijn dienstauto. Zo. Staat afgeschermd. Ik zie mensen met getrokken vuurwapens. Dus ik trek hem ook. We gaan even richting. Richting de SWAT-bus. Oh, dat klinkt niet goed mensen. Er is al een soort van aanhoudingseenheid aanwezig. Er wordt geschoten. Dekking zoeken. Hey agent, is jullie team al te plaatsen? Wat is er allemaal aan de hand? Ik vind zo te zien ook de hoogste in rang hier als brigadier. Dus totdat de officier van dienst aanwezig is, zal ik hier ook de leiding dragen. Oké, ik heb een geweer gekregen van hun. Ik ben natuurlijk politieagent, dus we doen het met een pistool. En ja, het wordt gevraagd of we naar binnen willen gaan. Het zou risico zijn. Er wordt gevraagd of ik met de ondersteuningseenheid, omdat er beneden waarschijnlijk nog mensen zijn, of we dan mee willen gaan. Ja, dat is geen doel, dus ik zal alles zelf moeten doen, denk ik. Gaan we doen. Zie ik herladen. Oh, de stroom valt uit. Heb ik ook een lampie?
heb geen lampje. Ik moet wel mee. Oh jongens, dit wordt spannend. Hoho. Ik verschuil me wel achter mijn collega's. Gaan we herladen. Het is gewoon echt rampage schieten hier zo. Hij moet herladen. Boom, er is een explosie geweest. Nou, ik ervan eigenlijk wegrennen voor mijn eigen veiligheid. Officer down. Mijn collega neer. We gaan voor wat backup. We have an ambulance call in Rockford Hills. Roger, Kate. Leg ze allemaal neer. Copy, this is Adam 6, on our way. Het is lastig te zien. Nou, op... Boom, enemy down. Ik heb hem geschoten. Kijk, boom. Geen collega neer, gelukkig. Score is nog 4 terroristen. En dus ik heb nog 3 collega's. Dus we gaan de goede kant op, maar dat niet dus. Maar goed dat we mee zijn. Ze kunnen onze hulp goed gebruiken, zie ik. Ik weet niet waar die terrorist is. Zit er daar nog een? Die kunnen misschien nog net raken. Ik hoop het. We moeten even rennen. Wow. Nou. Er zijn nog 3 terroristen en ik ben in mijn eentje. Dus eng. Ik ga me terugtrekken. Ik wil backup. Ja, ik wil backup jongens. Oh, dit is spannend. All available David units on alert. We have a code 99 in Rockford Hills. Ja, precies, ik wil backup. We are en route. Er zijn nog 2 terroristen. En die willen we uitschakelen, alleen... Hier, je hoort ze overal praten. Dit is echt spannend, jongens. Oh. Inderdaad. Nee. Waar zijn mijn collega's? Ik zie er daar een. Overal ontploffen. Kijk, er zijn in ieder geval weer wat collega's. Dat is wel gunstig. Maar waar is de laatste? Nou, fijn dat jullie er zijn, broeders. Op zoek naar de laatste terrorist. We hebben hem. Oh, alle terroristen zijn gepakt. Situatie veilig maken. Have pacified suspects. Code 4, Adam. Ja, alle terroristen, nou, die worden zo veiliggesteld. Gelukkig, deze melding, we hebben hem tot een einde gebracht. Joepie, we hebben goed gedaan. Haha. We liggen overal zooi. Gelukkig worden de collega's en terroristen allemaal weer opgelapt door de ambulances. We kunnen ons wapen wel wegdoen. Gaan we naar boven, gaan we even debrieven met de commandant. Attention unit 1, Lincoln 18. Ja. We have a person carrying a knife in Burton. Verderop een persoon met een mes. We hebben nu even geen tijd voor. Even kijken wat hier buiten nog allemaal is. Roger, dispatch, we are en route. Nou, het is ondertussen weer gaan regenen. Ik zie ook dat het AT alweer weg is. En dan pakken we onze dienstauto en dan gaan we even... Iemand heeft backup nodig. Dat is een collega die assistentie wil. Code 3, nou dan gaan we dan maar wel even... Oh ja, verkeerde weg. Dan gaan we dan maar wel even naartoe. We willen van de hak op de tak natuurlijk met die meldingen. Is niet anders. Zuidrad is of rustig of druk. Nou, het is dus heel erg druk. Dat kan. Dat is niet anders.
En we gaan nu gewoon lekker snel naar die collega die ons nodig heeft. Ik weet niet waarom die nodig heeft, maar we worden met toestemming gestuurd. Dus het kan een spoedassistentie zijn. Dat is denk ik niet een levensgevaar, want dan zou het natuurlijk een assistentiecollega zijn. Dan zou iedereen die nu in dienst is, zou er dan heen rijden. Dat is niet het geval, maar het kan wel zijn dat hij of bij een verkeersongeval staat waar hij de boel moet afzetten. Of dat hij wel aan het worstelen is met één of meerdere verdachtes. Dus we gaan er echt gewoon zo snel mogelijk even naartoe. Het is een aardig stuk rijden. Flink het gas erop de stukken waar het kan. En we hopen dat we er snel zijn, dat die collega kunnen ondersteunen of ontzetten daar waar nodig. Ja, het rijdt nu wel, kijk, dit is dan weer onhandig, sorry. Dan gaan we velgen. We hebben echt haast. We rijden natuurlijk altijd net even ietsje harder als een collega hulp nodig heeft. Echt heel belangrijk, dat zijn echt de meldingen waar iedereen natuurlijk gewoon compleet kippenvel voor krijgt. Van oh shit, als het maar goed gaat. Dat is ook de reden waarom ik bijna de brancherichtlijnen qua snelheid overschrijd. Omdat we er gewoon echt snel willen zijn. Het is ook doorgegeven aan de meldkamer. Die heeft dit allemaal verwerkt in het dienstrapport. Dus het is legit, het mag allemaal. Niet van, hé, je houdt je niet aan de richtlijnen. Jawel, dat doe ik wel. Nou, we gaan nu het buitengebied in. Kijk wat er anders. Ik vermoed een aanrijding met letsel. Denk ik. Gezien het weer ook. Het is ondertussen ook snoeihard gaan regenen. Maar dat hoort er ook bij. Nou, vraag wat mijn status is. Nou, ik ben in orde, mevrouw. Ik moet hier even gaan draaien. Er rijdt hier wel een auto, dus de weg is in ieder geval nog niet afgezet, want dat zouden die anders niet door kunnen. We gaan even kijken bij ons collega. Kijk, is dat een ambulance? Het is inderdaad een ernstig ongeluk. En wederom staan er weer uniformen en brandweerwagens. Ja, dat heb ik nog steeds niet kunnen regelen. We vragen me niet waarom niet, maar ja, dit is gewoon zo. Talk to the officer and the witness by pressing I. Oké, nou, dat gaan we dan doen. We treffen onze sirenes uit. Dat is een goede plek. Kijk, we willen wel een beetje ruimte maken dat het verkeer doorstroomt. We zetten hem even achter de toer dan neer. Dan gaan we even praten. Hi, Marcus. Nou, ik heet geen Marcus, ik heet Terrence. Maar oké, wat doen we even hier? Hit and run. Weer een hit and run. Zijn er... Ja, nou, er is iemand flink gewond. Die wordt geholpen. Die moet blijven in het ziekenhuis waarschijnlijk. Ja, wie heeft het gedaan is dan de vraag. Er iemand was een truck aan het inhalen. Ik moet het even zelf vragen. Okidoki, nou. Sap. Hey, meneer, kan u me vertellen wat er gebeurt? Ja, iemand probeert een truck in te halen. Bij de bocht. En er was iemand, die kwam natuurlijk vanaf de andere kant. En dan kan ik het niet meer lezen. Hij heeft niet veel schade, klopt. Nou, ik wil weten wat het is. Het is een stallion. Oké. Een license plate. Nou, dan gaan wij waarschijnlijk op zoek via het OC daarheen. En dan gaan we kijken wat het is, een stallion. Die wordt waarschijnlijk in dat ding gezet. Barry Sheen. Nou, dan gaan we naar het adres. Krijgen we natuurlijk code 2. Nou, dan gaan we daar even rustig heen rijden. Heeft uiteraard geen spoed. We willen natuurlijk wel een hartigordje met hem spelen waarom hij een artikel 7 veroorzaakt heeft. Doorrijden naar een aanrijding. En dan gaan we er even kijken. Nou, geen superspoed. Maar we willen natuurlijk wel die vent weer graag pakken. Dus, aangezien het een saaie rit wordt, ga ik deze even doorspoelen voor jullie. Ben ik zo bij jullie terug. Tot zo. Nou, welkom terug kijkers. We zijn, zoals je ziet, bijna bij het huis. Ik ben benieuwd wat ze er aantreffen. Ik hoop de kapotte auto. Dat maakt de zaak snel rond. Als die natuurlijk kapot is, dat weten we zo 1, 2, 3 nog even niet. En dan kan meneer mee doorrijden aan een aanrijding. En het veroorzaken van een aanrijding met zwaar letsel, dat is natuurlijk reden genoeg. Kijken. Dan zetten we hem even op de stoep neer. Dicht bij een brandkraan, dat mag niet. Dan zetten we hem even gewoon op de oprit. Of hij het leuk vindt of niet, dat is mij even niks kunnen schelen.
Dan gaan we eens even kijken of meneer wil praten. Hallo meneer, goedenavond. Kom even met u praten hoor. Precies, meneer, zat uw voertuig daar zo die er staat? Hij zegt ja, is alles goed. Nou, waar was u 15 minuten geleden? Hij wil weten wat aan de hand is of hij een advocaat nodig heeft. Nou, inderdaad meneer, uw voertuig voldoet aan de beschrijving van een doorrijden aan aanrijding. En hij zegt, nou dat kan niet, ik ben de hele dag thuis geweest. Oké. Nou, we kunnen dit op gaan lossen op het bureau. En u bent nu staande gehouden. En ik ga je anders ook aanhouden, wat er nu gebeurt, en mee naar het bureau. Nou, hij wil niet mee. En ik zeg, we gaan vertellen wat hij moet. Nou, hij zegt, stomme politie, stom justitiesysteem. En hij wil niet. Nou heb ik hem aangehouden. Denk ik. Even testen. Drop the weapon, inderdaad. Nou. Hij gaat maar even op de grond liggen. Dat is wel een beetje extreem natuurlijk. Maar ja, dat is even niet anders in verband met de mot. Nou, inderdaad. Barry Sheen. Nou, wordt hij zo opgehouden. Zien in de verte alweer een collega. Auto. Zullen we ook maar even een beslag nemen voor onderzoek. Want hij zegt natuurlijk dat hij er niet geweest is. Nou. Of het te lang vinden duurde, valt wel mee. Deze gozer die Attention unit 1, Lincoln 18. We've got a 484. We verwachten dat regenpijpsteller wordt opgehaald. Nou, daar heb je Suzanne. Suzanne heeft natuurlijk ook nachtdienst. Hey Suzanne. Neem jij meneer even mee? Inderdaad, het regent hard. Gaan we snel. Bij de auto kijken natuurlijk. Maar de auto ziet inderdaad. Gaan we eens even wat foto's van maken. En dan gaan we meenemen. Het is gewoon een klassiek gevalletje te pakken. Nou, dat is mooi. Dan ga ik nu even naar het bureau, ga ik de boel muteren. En dan zal mijn dienst er alweer op zitten. Dat was dan de eerste nachtdienst. Ik loop nu tegen 4:30. Ga even een uurtje schrijven en dan gaan we ons omkleden. En dan komt de dagdienst. Dan rijd ik even naar het bureau. Citizens report, A503 in... Nee, dat is te ver weg. Nou, dan gaan we nu even naar het bureau. Nou kijk eens, dat was het voor vandaag. LSPDFR aflevering 7. Vond je dit een leuk? Doe even het blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Morgen kom ik weer voor jou met een nieuwe video om 1600 uur. Heb je nog suggesties? Laat het even hieronder weten. Je krijgt van mij een persoonlijk antwoord. En tot morgen. Dankjewel.